beste voetballers. We gaan het seizoen 4 keer sneller, technischer. Gewoon alles wat met voetbal te maken heeft, 4 keer harder beginnen. En dan heb ik vandaag 2 bijzondere gasten. Kijk eens aan. Chief en Henkie T. Mannen, ik heb even een paar vragen voor jullie. We gaan een voetbalquiz doen met de beruchte mooie Nikebal. Hebben jullie een beetje verstand van voetbal? Zeker weten. Henkie, je hebt gevoetbald toch? Voetbal is onze passie, broer. Dat is jullie passie, nou, dan ben ik aan het goede adres hier. Voordat we beginnen met de quiz heb ik 2 vragen. Messi of Ronaldo? Messi. Ronaldo. Is er wel eens rivaliteit tussen jullie met FIFA of zo? Altijd. Niet alleen met FIFA, ook El Clasico. Elke El Clasico sowieso. Je weet toch, beef. Barkie. Real shirt, Barca shirt. Ja man. Lekker, lekker. Ja, maar dan ben ik wel even voor Chief man, ik ben ook Barca man. Sorry man. Sorry man. Boys, de laatste vraag. Straks moet er even tussendoor, deze kunnen we niet ontkomen. Mayweather of Conor? Mayweather. Oké, nou hebben we in ieder geval iets geweest samen. Boys, ik ga jullie 4 vragen stellen. Degene die het antwoord weet, moet zijn hand op de bal doen en dan mag je antwoord geven. Geef je antwoord voordat ik de vraag heb gesteld. Maak ik hem niet af, moet je gewoon antwoord geven. Yes? Ready voor de eerste? Yes. Welke speler heeft het vaakst de Ballon d'Or gewonnen? Chivas eerder. Messi. Ja, dat is goed. Messi 5 keer, Ronaldo 4 keer. Kijk, dat is weer Barca, hè? Ja. Welke voetbalploeg heeft als bijnaam de Gunners? Chivas eerder. Wie? Arsenal. Arsenal. 2-0, Henkie. Welke basisspeler van Feyenoord moest het kampioenswedstrijd missen door een schorsing en werd omhelst door het hele elftal bij de goal van Kuyt? Nee, deze weet ik niet. Elia? Nee. Filena? Ja. Elia? Nee. Filena werd voor de kampioenswedstrijd, kreeg hij een gele kaart tegen Excelsior. Daardoor mocht hij niet meespelen helaas in de kampioenswedstrijd. Ajax. U zegt voor Ajax? Ja, eigenlijk voor Ajax, maar je weet toch. Shout-out naar Filena. Shout-out naar Filena, boys. Shout-out naar Filena. Sowieso. Ja. De laatste. Jullie kunnen nog op 2-2 komen. En gewoon als Matties gewoon hier rustig straks optreden geven. Met welke club won Mourinho voor het eerst de Champions? Kijk, wacht even. Kijk, kijk. Kijk dan. Maar ik weet het. Is afgemaakt. Ik weet het. Ik ga echt een gokje doen. Ik weet het niet echt. Oké, man. Doe maar. Chelsea. Nee. FC Porto. Ja. Jawel, en dat was weer even een voetbalquiz met deze 2 boys. Nou, ik heb een bal, die gaan ze tekenen. En die gaan we floten natuurlijk. Zet een mooie reactie in de comments. Like en abonneer en dan kun je winnen. Henkie. En dan heb je de Money Gang bal. Die wordt veel waard straks, hè? Skuske gangs, kieken duurde dat, man. Krasse. Dus je kan hem winnen, man. Die bal is automatisch 4 keer duurder. Ja, reageer. Cool. Zo moeilijk om op te zien. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren. En boys, we sluiten af. Chop! 4 keer chop, 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 chop. Oké, onze B1 die heeft een selectietraining. Ja. Nou ja, Andreas is de nieuwe trainer, dus die ga ik heel even een beetje helpen, omdat hij niet iedereen kent. Maar voordat ik verder ga, even Appie Nouri, stay strong, jongen. Ja. Doe je best, kom goed hopelijk, inshallah. Beterschap, man. Beterschap. En ja. Wat gaan we doen voor de trainen? Ja, wij gaan vandaag. Je moet je nog wel even bewijzen, hè? Ja, komt goed. Zoals altijd, toch? Als ik kijk wie er ook weer is. Nieuwe trainer, nieuwe kans. Je bent nieuwe trainer, hè? Ja, nieuwe trainer, nieuwe kans. Hoezo, hij was al basis. De basis wel, maar even kijken. Misschien aanvoerder dit jaar? Aanvoerder. Misschien, denk ik wel. Ja, hè? Denk ik wel. Kijk, ze zijn aan het voetballen. Alle kans, hè? Alle kans. Ja, hij doet zijn best toch, hè? Ja, middenveld en voor en laag. Achter, hij kan overal, hè? Overal, maar ja, moet ervaring, hè? Ja. Beginnen met ervaring, nee? Maar klopt beter en een vaste vlekje. Je hebt gelijk, Abe. Ja, Sabe, echt vaste supporter. Ja. Ik kom altijd kijken naar zijn trainingen. Echt leuk. Wat zeggen we dan, Sabe? Van die kinderen, wat zeggen we? Gezond eten, teetje laat, teet wakker. Jawel, onthoud die, hè? Onthoud die. Ja, of houd. Onthoud die. Voor de maan mocht het handelen, niet zo'n dure prijs. Nee, oké. Elke dag open. Vanmorgen 8 uur, nacht 12 uur. Ja, maakt niet uit. Berus, ken je Isabel wel? Nee, ik ken niet. Nee? Ken je niet mee? Nee, echt niet, man. Hij slaapt daar, hoor. Hij is nog niet wakker. Nog niet wakker. Hij is nog niet wakker, hè? Hallo, ik ben Isabi. We hebben een team uitje, dus we hebben pizza's geregeld bij La Scala in Glanenbrug van George. Kijk,
Kijk. Damien? Damien, heeft George van La Scala ons net gebracht. Ik heb even een wc'er. Ik heb geen flauw idee wat dat is. Voor de mensen, dit is Hendrik. Hallo. Hendrik is onze visio komend seizoen. De visio. De visio, jawel. Onze teammanager. Ja. Wat ken je Hendrik nog niet eens? Nee, ik heb Hendrik nog niet. Meen je niet? Onze vriend Donnie. De mic man. De mic man, jawel, de mic man. Ik ben weer op de club. De jongens zijn er nog niet, het is ongeveer 7 uur. Het is maandag, we gaan zo lekker trainen. En kijk, Hendrik staat ook achter me. Onze visio. En kijk wie er ook aankomt. Hey. Hansie. Ja, ik heb er zin in. Ik ben gisteren van vakantie teruggekomen. Oh nee, eergisteren. En ik heb zin om lekker te trainen. De jongens zijn vorige week begonnen. Had iemand het van me overgenomen. Ik was er nog niet. En ja, lekker er tegenaan. En wacht even, er wilde net iemand die zei wat. Vlogs. Ik ga hem even checken. Fakka bro. Ja, relax. Hoe is het? Rustig man. Oervlogs, je weet zelf. Oervlogs is hier, check hè? Check die man. Hoe is het met jou dan? Rustig man. Ja, competitie weer begonnen hè? Ja man, net getraind. Ja, jouw zoontje. Ja, klopt man. Welke die is? Met dezelfde kapsel als die van jou, bro? Ja, klopt. Ja, zo, we gaan inzoomen op hem. Wacht. Kijk ze. Ah, mooi boys, hè? Fakka trainer. Hallo jongens, alles goed? Ja, jongen. Ja, mooi man. Zo. Wat een uitstraling, boys, hè? Lekker man. Dat ziet er goed uit, hoor, hè? Kijk eens aan, zelfde trainingskleren gewoon. Hey, sommige clubs hebben dit nog niet voor de wedstrijd, Declan. Ja, wel mensen, tussen alle voetbal door zit ik hier met mijn nichtje en we zitten al een beetje te lachen. Ja. Maar ja, waarom ik mijn nichtje even op de vlog gooi? Mijn nichtje maakt leuke armbandjes. Ja. Wil je ze wel laten zien, Serena? Ja, ik maak jongens- en meisjesarmbanden. Hier is een voorbeeld van een meisjesarmband. Maar dit is één model, maar ik heb meerdere modellen. En je krijgt het in zo'n verpakking met een kaartje en soms wel een cadeautje erbij. En ik maak ook jongensarmbandjes. En ja. En waar kun je dat bij jou bestellen, Serena? Hoe gaat dat? Op Insta kan je bestellen en mijn Insta-account heet Bracelets by Self. Dus nou, die ga ik in de beschrijving zetten hieronder, hè? Ja. Jouw Insta. Ik zou zeggen, check it. Ik dacht, voor mijn lieve nichtje is wel even leuk, of niet? Ja. Wat zeggen we dan? Tjo! Quint, hoe is het? Goed, jongen. Ja, het is 3 kwartier te vroeg. Ongelooflijk, hè? En vooral met dit weer. Ze zijn gek. Ze zijn helemaal gek. Ze zijn helemaal gek aan het worden. Nee, Hans, dat is juist goed. Oké, zometeen training. Kijk eens, jongens, wat ik voor jullie heb. Schoenenbonnen ten waarde van 100 euro. Ben je blij mee, hè, kerel? Ben ik blij mee. Daar ben je blij mee, hè? Ben ik blij mee. Quinten en de overige 16 die straks komen. Barkies. Zo. Quint, wat zeggen we? Ciao, Annepau. Ik ga de overige jongens even blij maken met de schoenenpom. 100 euro. Boys, ik heb een verrassing voor jullie. Ik heb een verrassing voor jullie. Maar dat is geen verrassing meer, man. Nee. Lange? Je had al een keepershandschoenenbon gekregen, hoorde ik. Pizza bezorger. Bezorger? Ster. Lekker, jongen. Pizza bezorgster. Onze levensgenieter. Deel. Onze nerd. Nee, is van de voorzitter. Brian, ja. Onze grote vriend. Rick Warntjes, manke. Nee. Max, kijk, ga je ook blij maken, Max. Ik ga je ook blij maken, jongen. Kijk, schoenenbon 100 euro, alsjeblieft, hè. Blij mee? Oké dan. Oeh, kijk eens wie er aankomt. Onze teammanager. Hoe is het, vriend? Kijk eens even, wacht. Cadeaubon. Dat is eigenlijk jouw taak, hè? Wat is dit dan? Cadeaubon? Dat zijn de schoenenbonnen, vriend. Schoenenbonnen, cadeaubon. Dat is eigenlijk jouw taak, hè, Erik? Ja, maar hoe kan het dan dat jij ze hebt? Ik doe gewoon een taak van het team, hè, hoe zo. Kan het dan dat jij ze hebt? Jij stiekt overal je neus in. Nee, helemaal niet, hoor. Ik ben nieuwsgierig naar alles.